transitie is in volle gang. We werken er hard aan om ons netwerk uit te breiden om aan de toenemende elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. De Noordzee hier achter mij is in de toekomst de belangrijkste leverancier van windenergie. Maar die energie moet wel van zee naar land worden getransporteerd. En dat doen we met dikke zeekabels. Maar hoe bepaal je nou waar die kabels komen te liggen? Waar moet je rekening mee houden? Dat ga ik vandaag uitzoeken. Hallo Loes. Zeg, het ziet er vrij leeg uit op de Noordzee als ik zo kijk. Maar schijnbedriegt. Ja, schijnbedriegt. De Noordzee is bezaaid met natuurgebieden, ankergebieden, zandwindgebieden, militaire oefenterreinen en natuurlijk de windparken. Dan vind je daartussendoor aan het wateroppervlak vaarroutes voor schepen. En op de zeebodem pijpleidingen, datakabels en natuurlijk onze exportkabels. Ja, en die windparken komen er natuurlijk nog een heleboel bij in de toekomst. Maar hoe bepaal je nou de routes waar die kabels aan land komen? Nou, de overheid bepaalt waar het windpark komt en waar de kabel aan land moet komen. En dan gaan wij aan de slag. En in overleg met de overheid en andere belanghebbende organisaties ontwerpen we dan een kabelroute. En dan zijn er twee belangrijke aandachtspunten. De kabel moet tegen een lage kosten gebouwd kunnen worden. En de kabel moet tijdens zijn levensduur weinig kans lopen om beschadigd te raken. En met de aanleg van de 2 gigawatt verbindingen kan de impact groot zijn. Niet alleen zijn de kosten voor een reparatie en de stroom die niet aan land gebracht zijn groot, maar daarnaast kan een uitval van 2 of zelfs 4 gigawatt impact hebben op de netstabiliteit. En kan je die schade nou helemaal voorkomen? Helaas kunnen we het niet helemaal voorkomen. Als we dat zouden doen, zouden de kosten voor de aanleg van de kabel onacceptabel hoog worden. Dus wat we hebben gedaan, we hebben een maximaal acceptabele faalkans bepaald voor het falen van kabels, samen met onze risicomanagers. En waar moet je dan aan denken? De kans dat bijvoorbeeld meerdere 2 gigawatt verbindingen tegelijkertijd falen, moet zo klein zijn dat het maar 1 keer in de 100.000 jaar kan gebeuren. En hoe bepaal je nou met dit alles de uiteindelijke route? Daar hebben we onze methodes voor. Kom maar mee, dan laat ik het zien. Van elke locatie op de Noordzee kennen we de scheepsbewegingen en daarmee kunnen we de kans op een incident bepalen. Onze collega's van Engineering en Services kunnen met die data aan de slag om een route te ontwerpen die voldoende veilig is. Om de kans op een incident voldoende klein te krijgen, kunnen we drukke vaarwegen vermijden of, wanneer dat niet kan, de kabel plaatselijk dieper begraven. En om de kans op gelijktijdig falen te verkleinen, helpt het om de kabels voldoende ver uit elkaar te leggen. Eigenlijk hebben we het hier over een soort kansberekening. Ja, dat klopt. Dus werken bij Tennet betekent niet alleen kennis van elektriciteit, maar ook statistiek of nautische kennis komt van pas. Ja, dat klopt. En met deze manier van werken kunnen we de ruimte, beschikbare ruimte, ook optimaal benutten. Dankjewel, Daniel. Weer veel geleerd? Graag gedaan. Weer een kant van Tennet die je wellicht niet had verwacht, maar die wel ontzettend belangrijk is voor de energietransitie. Bedankt voor het kijken.